Welkom bij Banking & Finance TV. Vandaag gaan we het hebben over het nieuwe adviseren. Vroeger was eigenlijk een beetje de situatie erg overzichtelijk. Een man met grijze slapen kwam aan de keukentafel gewapend met een klapblok uitleggen hoe de financiële huishouding in elkaar zat en welke beslissingen er moesten worden genomen. Die oudere man werd ingewisseld voor steeds snellere mannen met snellere auto's en sales, sales, sales was het credo. Daar komt nog bij dat de industrie ook een beetje van productrentabiliteit naar klantrentabiliteit ging. En zo komen we met z'n allen in een situatie terecht. En daar kunnen wij de voorbeelden van, zoals iSafe, de woekerpolis. En zo kunnen we doorgaan. Kortom, het wordt tijd om daar eens met een expert uit het veld over van gedachten te wisselen. En die expert, Marcel van Leeuwen, welkom in de uitzending. Marcel is directeur van EBC Nederland, een bedrijf gespecialiseerd in employee benefits en personal financial management. Maar ook voorzitter van de stichting Excellent Adviseren. Marcel, kun je iets over die stichting Excellent Adviseren vertellen? Ja, die stichting is zo'n 2 jaar geleden opgericht omdat wij zagen in de markt van financieel adviseurs. Dan mag je denken aan adviseurs, zowel onafhankelijk in het veld als werkend bij banken of verzekeraars. Een enorme behoefte om met elkaar te discussiëren over alle veranderingen die in de branche gaande zijn. Er worden in rap tempo vele nieuwe wetten en processen geïntroduceerd. En dat betekent dat iedereen zal moet transformeren, iedereen moet daaraan aan wennen. En we hebben een platform opgericht, zodat adviseurs elkaar daar kunnen vinden en met elkaar de best practices kunnen delen. Om vanuit daar met elkaar het vertrouwen weer te krijgen in de kwaliteit van ons als vak, de waarde van een goed advies. En we hopen daarmee ook naar de consument uit te stralen. Hoe belangrijk is dat vertrouwen en die transparantheid zoals jij dat dagelijks meemaakt in je adviesgesprekken met de klanten? Ja, dat is heel erg belangrijk. Financiën en vertrouwen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En als je gaat kijken hoe dat vertrouwen, welke elementen je daarin ziet en wat de pijlers zijn onder vertrouwen, dan denk ik dat transparantie en objectiviteit en integriteit daar hele belangrijke pijlers onder zijn. En als je een klant kan geven precies wat hij nodig heeft, dus een objectief advies, je kan transparant zijn in je dienstverlening en in de beloning die je vraagt en ook transparante producten daarbij kan leveren, dan draagt dat zeer zeker daarom bij. En als je dat doet als met een adviseur die het hart op de juiste plaats heeft zitten, die zijn klant, het klantbelang als eerste voorop stelt, dan denk ik dat in ieder geval de basis zal geven om het vertrouwen terug te winnen. Dat moet je niet één keer doen, maar natuurlijk wel consistent blijven volhouden. Juist. Daar gaat het natuurlijk ook om. Waardecreatie, daar hebben we het over. Nou is het ook zo, we leven in een internettijdperk. Jouw klanten komen steeds beter voorbereid aan de adviestafel. Ja. Wat zie je als rol van het internet op dit moment zoals die jouw praktijk raakt, zeg maar? Ja, nou het internet en vooral digitaal beschikbaar komen van steeds meer informatie. Ja, dat verandert wel bij de klant waarbij ik op bezoek kom of die bij mij op bezoek komt. Het is wel vaker dat hij een grotere stapel papier bij zich heeft dan ik heb voorbereid. Dat betekent natuurlijk dat er heel veel informatie te vinden is allemaal op het internet. En ik zie de rol van een adviseur daarin ook verschuiven. Ik denk dat we veel meer een soort keuzebegeleider gaan worden dan dat we de toegevoegde waarde moeten halen uit het feit dat ik een goedkoop product heb gevonden met een scherpe premie of een scherpe rente. En dat is de kunst die nu gaat ontstaan. Want er is een heel groot aanbod. Wat moet jij daar nou specifiek uit hebben voor jouw situatie? En hoe ziet eigenlijk jouw situatie eruit? Niet alleen nu, maar ook naar de toekomst toe. Met andere woorden, wat zijn je financiële wensen en dromen? En hoe kan je daar geld dienstbaar aan maken? Dat is denk ik waar het naartoe gaat. Dat begint bij de korte termijn en gaat over naar de midden- en lange termijn. Nu, op dit moment een hot topic in de markt is ook het ontstaan van die zogenaamde elektronische huishoudboekjes. Ja. Daar zul je ongetwijfeld van gehoord hebben. Ja. Zie je dat als een wenselijke ontwikkeling in de markt, die elektronische huishoudboekjes? Ja, absoluut. Welk opzicht? Nou, het is natuurlijk essentieel om goed inzicht te hebben in je financiën nu, om de juiste beslissingen te kunnen nemen over je financiën straks. En het is gewoon opvallend dat het bijhouden van een huishoudboekje een ambacht is wat inmiddels aan het uitsterven is. Hè? Zoals wij misschien van onze ouders kennen nog het ruitjespapier met een potloodje waar we het mee bezig houden, zie ik dat de jongere generaties dat amper nog doen. Neem dit weg dat we ook natuurlijk in een luxe periode hebben gezeten waar alles meer werd. Dan ging je ook wat minder uitletten op de uitgaven. En die huishoudboekjes kunnen daar fantastisch mee helpen. Snel inzicht te geven in wat komt er eigenlijk binnen, wat gaat eruit, wat blijft er over, wat komt tekort en wat doe ik daarmee. Mooie parallel misschien om te maken met het bedrijfsleven, want daarin zitten volgens mij ook zo'n beetje september tot en met oktober zitten de ramen dicht. Want we zijn aan het nadenken over de budgetten. Want als we die niet hebben, kunnen we volgend jaar niet goed sturen en meten. Het is eigenlijk raar dat we dat op het gebied van personal finance eigenlijk doen. Het is low interest, maar het is natuurlijk een waanzinnige impact heeft het op je bestedingen die je als gezin hebt.
Absoluut. Ja. En je ziet steeds toch meer dat de consument zelf de verantwoordelijkheid moet nemen over zijn financiën en vooral de keuzes die hij daarin maakt. Ja, dan is het beschikbaar krijgen, snel en efficiënt van dit soort informatie, ja, dat is gewoon essentieel. Vind je dat, banken daar ook op goed op inspringen op deze... Nou, je ziet dit soort huishoudboekjes ook steeds meer bij banken komen. Die zijn daar ook mee bezig, weet ik. Wat mij integreert al bij de banken, is denk van, joh, die hebben zicht op die bankrekeningen van de klant. Analyseren 6 maanden de activiteit op een bankrekening, denk ik dat je een fantastisch mooi beeld kan hebben over wat voor persoon, gezin dat is, waar ze van houden, waar ze op vakantie gaan, op welke manier ze hun geld uitgeven. Als je die informatie kan transformeren naar echt klantgerichte acties, dat je de klant kan gaan... Een propositie naar de klant kan sturen. Juist op precies het moment dat hij het nodig heeft. Dan ga je veel meer event-driven marketing doen. Ja, ik denk dat ze daar heel goed gebruik van zouden kunnen maken. Marcel, in ieder geval dank voor vandaag voor jouw heldere visie over het nieuwe adviseren. En het lijkt me een goede tip voor welke waar collega's voor jou. En dit was het vanuit het hoofdkantoor van Microsoft voor Banking and Finance TV.